Waar Ben je het meest trots op? Op alle verhalen waar, uh, waar je wat bij voelt, zeg maar. Dat zijn vaak niet de verhalen waar, uh, waar kijkers zich uh, die kijkers herinneren, maar weet je wel een, een slachtoffer dat je geholpen hebt, omdat je toevallig een, een, die mevrouw of die meneer heel zielig vond. Een beetje maar, dan... maar eens één dat je denkt: wauw. Nou, kijk, ik heb ooit eens een uh, man ontmaskerd in België, dat was een, uh, een Vlaming. Die uh, hele erge dingen deed met, uh, met kinderen. En die man die hebben wij in een auto bij mij in de auto gekregen. Na maanden mailverkeer over en weer. Via het Tor-netwerk hadden we die gast gevonden. En die man die komt bij mij in de auto zitten en hij doet daar zijn hele verhaal. Echt heel erg hoe hij ook met zijn eigen kinderen dingen heeft gedaan. Bekentenis bekend Tot echt bekentenissen. En hij wist wie jij was? Hij wist niet wie ik was. Ik was cover. Ik had een brilletje op een petje, noem maar op. Dat was... Maar jij was een zogenaamde klant of zo? Ik was iemand die kinderen en... voor hem kon regelen. Hij, al, hij vertelde alles. Ja. En deze man was een postbode in een klein dorpje in uh, België. En deze man hebben wij... Uh, uh, maar die, het was een wolf in schaapskleren. Gewoon letterlijk. Het was een hele aardige man, een super uh, uh, bescheiden kerel, die bij mij in de auto heel lijzig sprak, maar ondertussen was hij levensgevaarlijk. Maar goed, wat er gebeurde in die auto was dat wij dus dat gesprek deden, maar ik had helemaal niets van deze man. Ik had geen adres, ik wist niet wat zijn echte naam was, 0,0. En hij ging weer terug naar België. Maar wij hebben hem niet kunnen volgen. Nee. Dus deze man was weg. Dus ik had heel veel bekentenissen, een heel heftig verhaal op beeld. En we moesten deze man stoppen, maar ik wist niet wie hij was. Dus toen hebben wij een nieuwe setup bedacht. In de hoop dat hij weer ging komen. Maar nogmaals, wij zijn. Je kon niet tijdens die, die, dat gesprek uh, confronteren? Ja, dat had gekund. Uh, uh, ik had hem kunnen vasthouden toen. Ja. Uh, maar. Dat waren bekentenissen over wat hij met zijn dochter een beetje had gedaan. Uh, maar nog niet genoeg vonden wij. Dus wij hebben toen een uh, setup bedacht waarin hij dus met, uh, in een huisje in Duitsland, ik zou kinderen regelen en dan zou hij komen om die kinderen te misbruiken. Kinderen van, van negen, negen jaar oud ongeveer. En toen kwam hij uiteindelijk in, uh, in Arnhem, ik vergeet het nooit meer, in een, uh, een hotelrestaurant. En toen hadden wij van tevoren de politie ingelicht vanzelfsprekend, die hebben ook dat hele dossier aan de voorkant helemaal, uh, helemaal opgemaakt. En die man die kwam wederom super aardig. En ik, ik kon niet bevatten die man met wie je aan het praten was, dat, wat hij vertelde, dat klopte niet. Het gezicht klopte niet met wat hij uit, uit zijn uit zijn strot kwam, zeg maar. Mm -hmm. Maar die had dus allemaal spullen meegenomen. Hij had bijvoorbeeld een, uh, van die mesjes meegenomen om die kinderen ook uh, pijn te doen. Nee. En hij had touwen meegenomen om die kinderen vast te binden. Etcetera, etcetera. Lang verhaal kort. Eh, we lopen naar buiten. Die man wordt ingerekend. Die gaat mee. En gelukkig heeft hij een aantal jaren in de cel gezeten. In, in België is dat wel een groot verhaal eh, geworden. Maar vervolgens is er een rechtszaak. En daar ben ik bij. En dan zie je ook de familie van die man. Ja, gewoon een lieve vrouw. Uh, die, maar ook zijn kinderen waren en, Nou ja, ik heb een van zijn kinderen gezien. Ja. En dan, dan zie je... en de slachtoffers, maar je ziet ook het leed van... van vader verliezen. En dat, dat heb ik altijd wel moeilijk gevonden. Heb ik wel vaker. Dat je mensen natuurlijk achter de tralies krijgt... of boeven vangt, of cetera. En wij volgen ook vaak die rechtszaken. Daarna ben ik ook vaak bij. En dan zie je... Um, dat ze aan de ene kant heel veel slachtoffers maken... Hè, door, door oplichting of in dit geval door, uh, door misbruik. Maar... Je, ze maken ook slachtoffers door hun directe vrienden of familie ofzo te verliezen.